Mijn naam is Dave Ruimakers en leuk dat jullie kijken naar deze video op mijn kanaal. De afgelopen weken heb ik van een aantal kijkers al de vraag gekregen of ik ze kan helpen met het oplossen van kleine probleempjes op een website. En daarom zal ik vanaf vandaag gaan starten met een nieuwe serie. Voortaan zal ik elke woensdag op dit kanaal een video gaan uploaden waarin ik jullie laat zien hoe dat ik kleine probleempjes op websites van kijkers zou gaan oplossen. En het eerste probleem wat ik ga oplossen is op de website van Project 22. En hij vraagt zich af, als hij links naar het logo kijkt en hij bekijkt hem op zijn mobiele telefoon, is het logo nog ontzettend groot. En hij vroeg zich af, hoe kan hij het logo iets kleiner maken, zodat hij niet door mijn menu heen staat. Nou, ik zal jullie even laten zien wat hij bedoelt. Ik zit hier op Google Chrome en voor alle mensen die ook Chrome gebruiken en op F12 drukken op het toetsenbord, zullen we vervolgens zien dat er aan de rechterzijde een extra venster uitklapt. Het kan soms even duren, maar uiteindelijk zal die gaan openen. En dit is eigenlijk de broncode van de website. Klikken we helemaal linksbovenaan op dit icoontje, dan zul je zien dat hij automatisch naar de mobiele website gaat. Hij zal de browser dus gaan versmallen en hij laat zien hoe dat de website op een mobiele telefoon uitziet. Dan zien we eigenlijk ook gelijk het probleem. Het logo zal namelijk achter het menu-icoon verdwijnen. En wat hij eigenlijk zou willen is dat als je op een mobiele telefoon zijn website bekijkt, het logo een stukje smaller is. Dit kun je op een aantal manieren oplossen, maar ik heb ervoor gekozen om dit te gaan doen in CSS. Ik heb de broncode van de website al gekopieerd en in mijn Notepad++ gezet, dus daar kunnen we ook gelijk naartoe gaan. En aangekomen in onze Notepad++ zien we al het menu staan met daarin het logo wat hij graag wil gaan verkleinen. Als allereerste ga ik het logo een class meegeven, waarna we hem later in CSS makkelijk mee kunnen aanroepen. Dat ga ik doen door het typen van class. Let op bij het kiezen van de classnaam altijd op dat je een naam gebruikt die uniek is. Gebruik je namelijk een naam die je al eerder op je website gebruikt of nog gaat gebruiken op je website, kan het zijn dat hij verschillende opmaken door elkaar gaat kiezen. Nou, ik kies hier eigenlijk altijd voor om als eerste te gaan zeggen waar je in staat. We zitten hier in het menu, dus we typen nav. Vervolgens in het geval een streep. Nou, waar zitten we in? De wrapper, zoals je hierboven ook ziet. De wrapper. En wat is dit? Dit is het logo. Op deze manier weet ik 100% zeker dat deze class maar één keer voorkomt. En vervolgens ga ik hier een stukje CSS bij plaatsen. Nou, ik zou zelf aanraden om dit te gaan typen in new.css. Om jullie even duidelijk het verschil te laten zien, zal ik het hieronder gaan typen. We geven dus een kleiner dan, style, groter dan. En vervolgens sluiten we hem ook weer af. Kleiner dan, slash, style. We willen natuurlijk alleen dat het script zich kan uitvoeren als de pagina een bepaalde breedte heeft. En daarvoor zullen we de media wide gaan aangeven. Dat doen we op deze manier. We typen als eerste een apenstaartje, vervolgens media only screen en de maximale wijdte is dit. Wat is eigenlijk staat? Ga kijken of de wijdte van jouw beeldscherm groter of kleiner als, is in dit geval 800 pixels. Is die kleiner als 800 pixels? Laat dan een stukje code zien. Is die groter? Negeer het dan. Maar we gaan hier een stukje code onder zetten. We gaan als eerste beginnen met een punt om de class aan te roepen. En vervolgens gaan we de naam opgeven. nav-wrapper. En het is dan logo. Vervolgens gaan we een accolade openen en een accolade sluiten. En dan gaan we hier een wijdte opgeven. We typen dus width. Dubbele punt. En vervolgens kunnen we voor twee dingen gaan kiezen. We kunnen zogeheten statische waarden gaan opgeven. Dat is dus een aantal pixels. Bijvoorbeeld 100 pixels, 200 of 300 pixels. Maar we kunnen ook gaan kiezen voor een percentage, bijvoorbeeld 20%, 30% enzovoorts. Nou, ik ga eventjes kiezen voor 75% en vervolgens gaan we bekijken in onze webbrowser. Zoals je aan de linkerzijde van het beeldscherm kunt zien, heb ik op dit moment de class toegevoegd aan de afbeelding en heb ik ook de opmaker ingezet. En als je gelijk gaat kijken, zul je ook zien dat ons logo een stuk kleiner gaat worden. Ik vind op dit moment de opmaak nog niet mooi staan, dus ik ga hem ook nog een padding meegeven. Daarvoor gaan we naar onze code toe, klik op de rechtermuisknop, klik op Edit als HTML. En vervolgens gaan we hier achter de 75% staan, typ ik een puntkomma en vervolgens geef ik een padding op. Padding-top, dubbelpunt, en dan geef ik hem een aantal pixels. Ik kies even voor 15 pixels en vervolgens zet hij erachter een puntkomma. En vervolgens wil ik het logo ook nog een stukje groter hebben. Dus we gaan vervolgens op 75 naar 85 veranderen en vervolgens klikken we weer op bewerken. En zoals je ziet, ons logo wordt ietsjes groter en er komt ook iets verder vanaf de bovenkant te staan.
Ik vind het logo zo goed uitzien, maar we kunnen natuurlijk ook gaan testen hoe ons logo zo blijft hier dragen als we de pagina gaan vergroten. Nou, je kunt hier bovenaan klikken op het driehoekje naar beneden en vervolgens kunnen we een device kiezen. Maar je kunt ook verkiezen om hier aan de zijkant een balkje te gaan verschuiven en zo wordt de pagina langzaam groter of kleiner. Let wel op, dit kan soms een klein beetje lag geven, dus dat kun je dadelijk ook zien bij mij. Ik ga hem vergroten en zoals je ziet wordt het logo langzaam ook een stukje groter. Tot we aankomen bij 800 pixels en dan zal het logo de normale grootte hebben. Dus gaan we even verder vergroten. Dus ik hoop dat de pagina langzaam gaat veranderen. En als we bij de 800 pixels zijn, zul ik zien dat ons logo de normale maat geeft. Nog een klein stukje groter. En je ziet al, ons logo heeft de normale maat. Gaan we de pagina weer verkleinen. Dan zul je weer hetzelfde zien, dat langzaam het logo kleiner gaat worden vanaf 800 pixels. En dat weer naar beneden gaat met die 85%. Je ziet al, ons logo wordt langzaam kleiner en blijft mooi in het midden staan. Nou, je moet het natuurlijk niet te klein maken zoals nu, want dan ziet het er niet mooi uit. Maar ook dat zouden we eventueel kunnen aanpassen. Ik ga hem even weer terugzetten. Klikken we gewoon bovenaan. En zet ik weer even neer 420 pixels. En ons logo is weer goed. Vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker even niet dat blauwe duimpje omhoog te doen en je te abonneren op dit kanaal als je meer van dit soort video's wil zien. En heb je nu zelf ook een probleem op je website in PHP, HTML, CSS of misschien een combinatie van deze? Laat dan even hier onderaan in de beschrijving achter. En misschien los ik jouw probleem al op in een van de volgende video's. Dan zou ik zeggen, tot volgende week!